We zijn hier in de Werf in Woudrichem bij bibliotheekcultuur.altena en we hebben vandaag onze eerste Bieptalk georganiseerd. En die Bieptalk ging over mediawijsheid, digitale geletterdheid. Allemaal van harte welkom. Ik ben Marian van der Wal, ik ben directeur van... Digitale geletterdheid bestaat uit een aantal elementen. Mediawijsheid is daar één van, dus hoe ga je om met alle berichtgeving en alle zaken in de media en hoe maak je films, foto's, noem maar op. Maar het bestaat natuurlijk ook uit informatievaardigheden, dus hoe weet jij zeker dat wat jij op Google gevonden hebt, dat dat inderdaad de waarheid is? Wat we nu vanavond vooral ook gedaan hebben is kijken van hoe kunnen we een goed programma maken voor met name jeugd. Het bestaat uit drie delen. We hebben, bij het onderwijs hebben we informatie opgehaald. Nu waren het met name ouders van kinderen en ook wel wat onderwijzers die zelf ook nog jonge kinderen hebben. En we gaan nog een derde ronde doen waarin we ook echt de jeugd gaan betrekken om te kijken... Wat verwachten we nu van een bibliotheek met z'n allen? Welke rol kan de bibliotheek hierin spelen? Waar is behoefte aan? Wij willen graag ophalen op welke manier wij het beste kunnen aansluiten bij de behoefte die er is. Nou ja, deze Bieptalk ging over mediawijsheid en gaat dus meedraaien in onze planvorming. En we gaan mensen ook betrekken om zo tot echt een meerjarig goed plan te komen. Waarin we trainingen, bijeenkomsten, events, van alles kunnen bieden. Dit was de eerste Bieptalk die we op deze manier hebben georganiseerd. Maar er staan meer Bieptalks op de rol. Bijvoorbeeld ook over de boekencollectie van de bibliotheek. Wat zijn behoeftes bij mensen? Maar ook bijvoorbeeld ten aanzien van een stuk cultuur. Waar is behoefte aan? Welke exposities zouden wij in de bibliotheken kunnen laten zien? En dat proberen we dus op deze manier laagdrempelig oproepen aan mensen van kom meepraten... Een groep van zo'n 15 mensen en we gaan met elkaar in gesprek. Voor ons om te leren waar er behoefte aan is en hoe we daar het beste op aan kunnen sluiten. Geweldig, bedankt voor jullie komst en ik vond het een hele geslaagde eerste Bieptalk.